Nous avons une réunion maintenant de presque 2 heures ici avec les fédérations Horeca Vlaanderen, Wallonie et Bruxelles. Nous avons fait le point évidemment sur la situation. Vous savez que les décisions de vendredi ont été reportées. Pour l'Horeca, en tout cas moi, j'ai bien l'intention de pouvoir essayer de donner vraiment un planning le plus rapide possible. Et alors, évidemment, en fonction des décisions, envisager peut-être de nouvelles aides parce que la situation dure beaucoup plus longtemps que ce que nous avions pensé au départ. Samen met Horeca Brussel en Wallonië hadden we vandaag een overleg met minister voor Middenstand David Clarenval over de stand van zaken van het overleg met het coronacommissariaat over het heropeningsprotocol. Onze vraag voor een zo snel mogelijke duurzame heropening binnen en buiten van de sector en de noodzaak van bijkomende steunmaatregelen. We hebben die opnieuw toegelicht en ook deze moeten zeer snel uitgerold worden om onze ondernemers naar die heropening te brengen. Ook het debat over terrassen kwam natuurlijk ter sprake. Ja, voor ons moet je de keuze laten aan de ondernemers of dit kan, ja of nee. En indien je ervan wilt gebruik maken, dan kan dit alleen als alle steunmaatregelen behouden blijven. Dan moet je eigenlijk terrassen zien tot dat binnen kan, zoals takeaway. Anders is dat voor ons geen optie.